En met Red Shoe Diaries zijn we aan het einde gekomen van deze Veronica-uitzending. Zometeen volgen nog twee programma's van Telejak, het Late Journaal en het Nieuws voor Doven en Slechthorenden. Veronica is de aanstaande dinsdag weer met onder meer BNN en Lucky Lotto Live. Voor nu alvast wel te rusten, nog een hele prettige nacht en graag tot ziens. Bekaf ben je na zo'n nacht. En vuil? Architectuur? Dat is mooie dingen bedenken. Maar ook altijd weer de stress van de oplevering. Het is vechten tegen de tijd, maar daar hou ik van. Ja, je wordt vuil. Maar dat is voor mij geen probleem. Want al wast alles weer schoon. Nieuwe All-Active was met actievere waskracht. All-Active maakt actieve zuurstof vrij. Het verdrijft alle vlekken sneller en grondiger dan ooit. Al laat je nooit in de steek. Vrouwen die kiezen, kiezen voor Al. Als u vaak veel postzegels moet plakken, dan gebruikt u toch gewoon een frankeermachine. Bel voor informatie gratis 060430. Vet en vuil in de keuken verwijder je nu nog beter. Want vernieuwde Jif Allesreiniger heeft nog meer microkracht. Slechts één dopje in een emmer water en vergeleken met gewone allesreinigers geen streep te zien na het opdrogen. Dus meer glans. En op vet en vuil is het resultaat oogverblindend. Jif Allesreiniger geeft met een beetje de meeste glans door het hele huis. Dat is de kracht van Jif. Ze geloofden het maar half. Ze gingen het toch proberen. Ze vonden het fantastisch. Ze willen nooit meer zonder. Aanstaande zaterdag, 12:05. Een corrupte agent. Een onschuldig meisje dat aan hem probeert te ontsnappen. En een keiharde huurmoordenaar die besluit haar te helpen. Leon, nu in de bioscoop. Roomboter appeltaart. Van 9,95 voor 6,95. Echt Hema! Door zijn microkracht krijg je met slechts één dopje Jif Allesreiniger alles glanzender schoon. Jif Allesreiniger geeft met een beetje de meeste glans door het hele huis. 3, 4...
Jongens, je kan me nog meer vertellen. Tijd voor Van Ellen. Het aroma komt je tegemoet zodra je het pakje open doet. Tijd voor Van Ellen. Van Ellen. Voor je het weet ga je op jezelf wonen. En is het tijd om afscheid te nemen. Je krijgt je eigen huis, met je eigen spullen en natuurlijk ook je eigen radio of je eigen tv. Dus ook je eigen kijk- en luistergeld, net zoals je ouders. Dat hoort er allemaal bij. Of betaal je liever een fikse boete?